geleden sprak er iemand: laten wij ons eenmaal bezinnen. Het wil niet vlotten, nee, voor niemand. Een nieuwe lei en herbeginnen. Wat heb je dan voor ogen, vriend? Er is zo weinig wat mensen nog bindt. Wees niet zo kritisch, lieve jongen, en draai je hoofd onder je hoed. Warm je aan het vuur der wijze tongen. Kom mee, ons ideaal smaakt zoet. Ik begin het te begrijpen. Dat is geen rot idee, dat kan nog jaren rijpen. Tot het ieder duidelijk wordt dat er in de huidige samenleving een en ander schort. Zo ontstonden vele groepjes. Een goed recept werd opgeroerd. Vaak zonder dank werd er getimmerd. In het straatbeeld verscheen Toysterzakkoet. Kijk nu even concreet om je heen. Ondanks onze agendas zitten wij hier weer. We luisteren naar elkaar en voelen ons verbonden. We hebben een dosering in de maatschappij gevonden. Men begint het te begrijpen. Ons oysterzakkoet mag nog jaren rijpen. Een voorproefje op woensdag, 12 mei. Vrijwilligers allerhande wezen bij. En wij hopen dromende dat er verbetering komt. Toysterzakkoet draagt vruchten binnenkort. Wij hopen dromende dat er verbetering komt. Zoals Toysterzakkoet draagt vruchten binnenkort. Akkoord.